koud is het in ons. Maar het veld sneeuwvrij. Dit is een enorme mispeer om mee te beginnen. En dit is dan een enorme grote kans voor NAC Breda. En die ligt erin in 7 seconden. Wat een ketser achterin om mee te beginnen, zeg. Bal wordt zomaar ingeleverd. En dan een 1-2'tje, Jort van der Zanden. En Herman, 8 seconden zijn we al bezig. En dan ligt de bal er al in. Margarita kan vrije dingen. Hier legt hij hem achter zijn man. En dit is een geweldige inzet van Bertie van Hoeven. En een redding die er ook mag zijn van Roy Kortsmits. Velana is goed gekiept, Jansen. Want hij raakt de bal. Komt er heldhaftig uit. Ontneemt dan Velanas een goede kans. Corner van Velanas. Laag van de Zanden. En dat is 2-0. Het is de 36e minuut. En als dat zo getraind is, dan is dat prima zo getraind. Maar hier weer Toppos. Met Leidsman, die loopt prima en maakt de goal ook. En dat is in die fase waarin het dus steeds slordiger wordt bij NAC. Is het invallen Leidsman die de spanning weer terugbrengt, de 2-1. Van der Zanden. Samen met Kotzebue en Velanas komt er ook bij. Meegeven aan Velanas. Nee, maar dan is het dermate lang. En dan nog de bal wegtrappen. En dat is dus 2 keer geel. Het is ook wel heel dom ook. Het is Margarita die hem 2 keer geel afgaat. In de fase ja, dat je hier een overtreding maakt. Goed, dat is geel. En dan is dit vervolgens heel erg stom. Heel erg stom. En dus 2 keer geel is rood. Keeper Thijs Jansen in de 16. Daar gaat die bal ruim overheen. Stuy van de Herik. En die bal die blijft nog liggen. Uit de draai. En dan Jansen. En nog een inzet van Piqué. Het zijn wat kansen achter elkaar, zeg. En ze vieren het bij NAC. Die beleging die doorstaan is. Als een goal. En hij was er dan ineens ook nog dichtbij, Thijs Jansen. En dan is de wedstrijd ook ten einde. En wint NAC Breda. Met 2-1. Van Toppos.